nog een keer. Oh nee, dat moeten we niet erin hebben. Robert, je zit hier nu op vecht. En wat heb jij met verbinding? Wat is voor jou verbinding? Bij verbinding denk ik aan kettingen. Dus. En overvechten heeft heel veel te doen op het gebied van welzijn en recreatie en sport. En ik ben van IJsclub Siberia. En we organiseren op 5 juni een prestatieloop, een adventure run in het Noorderpark. Waarbij een ketting van 10 kilometer, gemaakt van filterballetjes door het park heen. Is dat echt verbinding van groepen? Verbinding van die balletjes natuurlijk aan een draad. Letterlijk, ja. En het maken van die ketting is gedaan door allerlei groepen. Ook in Overvecht hebben er heel veel kinderen meegedaan en gaan meedoen. Op 4 mei onder andere en een aantal scholen gaan ook nog meedoen om de laatste 100 meter van die ketting te maken. Dus daarmee hebben we heel veel jonge mensen die meedoen met het rijgen van de ketting. Maar ook ouderen die langs het koord in het park straks kunnen wandelen. En zo hebben we voor jong en oud een hartstikke leuke activiteit. Super. En dan verbinding opschrijven. Mm-hmm. Voor mij gaat het in Overvecht over verbinding van buurten. Dus ja. Alle subbuurtjes, gewoon woep, die hele wijk zo met elkaar bij elkaar. Top. Dus buurtverbindingen. Wil je die even voor je houden? Yes, kan ik hier ook een foto maken? Top.